Virtue. What up? Dit zijn wel altijd de dingen die ik dan een mooie bijkomstigheid vind op een festival als het Nederlandse Beeple Festival. Ga je dadelijk vertellen wat dat is? Ik ben benieuwd of je het op de neus ook kan achterhalen. Oh, die Beeple van die... Want wij vinden het ook wel leuk. Als je weer goed is. Dat is wel nice. Kom eens even bij. Ruik jij je gezaam? Ik zeg champagnegist. Ook een slokje nemen? Hoef je wel? Kan niks zeggen, als je iets weet. Ja. Aan alles. Hij heeft echt zo'n tint, denk ik helemaal. Koolzuur vooral. Ja. Die van de koolzuur, de tint, het zuurtje. Dat snap ik. Ook een zoetje. Maar heb jij nou... Over de smaak op zich en het champagne karakter. Het champagne karakter. Of ook de onderliggende, dat je weet van... Nee, champagne karakter. Dat je heel erg het bier herkent. Het zoetje merk ik bij bier. Dat ik zeg Grand Prestige. Is dit gewoon een normale Grand Prestige? Dat zoetje is van de Grand Prestige. Dit is de Grand Prestige Brut. Oh. Maar het zoetje, dat is van de Grand Prestige, wat ik al zeg, het zoetje proef je ook. Hij begint heel vol. Echt dat mousserende bijna in je mond van een champagne. En het zoetje is echt ernaast, maar het plakt in je karamel. Ja, maar als je dan inderdaad daar doorheen bent, dan heb je voor mij, omdat ik het natuurlijk ook weet, wel heel veel die karameltonen en dat typische Grand Prestige karakter. Dat is wel lekker, ja. Vind ik. Kunnen we die nou halen daar? Standaard. Hij is wel heel vol. Ik voel nu al dat ik begin te met mijn boerwerking op Maar dat komt denk ik ook van de bruisende van de champagne extract dingen. Hebben ze hem daar nou op? Dan op tap? Nee, best. Tijdelijk. Nee, hij staat op de normale lijst. Maar wat vind je ervan? Vind je het lekker? Verrassend. Ik vind het wel heel verrassend. Ja, maar die zijn smaak. Is maar gek. De Grand Prestige. Ja, maar dat. Ja, ik was benieuwd, hun hadden het allebei niet door in de smaak. En ik dacht, ik wist het. Ja, het jij weet niet wat. Maar als je in het begin, je begint wel heel erg met. Het is die Brut die jullie hebben, die fles. Is dit het? Ja, nou, dat weet ik wel, want ik tegen. Laat maar 40 jaar liggen, weet je wel. Maar hij begint wel anders. Hij begint wel vol de mousserende van champagne. Als je daar doorheen bent... Ik kan allemaal voordelen. Nee, maar het is wel een leuk biertje om voor een keer op de afstand voor 60 te pakken. Jazeker, maar wat heb je ervoor betaald? 35 euro? Nou ja, volgens mij hebben we 50 euro betaald, inclusief verzenden. Oh, en twee glaasjes, hè? En twee glaasjes. Dat is die serie die... Ah, oké. Ik zeg, dat vind ik mooi, dat ik die dus hier kan drinken voor 3 euro, hoor. Nee. Afgetinkt. En door. Ja, dan heb ik al sinds 50 euro. Ja, nee, ja, ik ben blij dat ik hem nu heb. En ik ben heel benieuwd wat jij gaat, want op basis van wat je nu gedronken hebt, heb je dan zoiets van ik ga volgend jaar die fles opentrekken? Of ga je nu juist kijken van oké, wat doet die champagne gist over time? Ja, ik moet de fles delen met mijn compagnon, dus ja, dat zal een samenspraak. Nou, vanuit jouw eigen mening nu? Zou jij zou het voor het zeggen hebben? Ik denk dat hij wel wat tijd kan gebruiken, ja. Oké, mooi. Het zoete wordt. Ik denk dat hij wel zoet. Ik zou zeggen... Het is wel heel licht van kleur, vind ik ook. Ja, niet meer rode randjes. Tot de volgende.